Goedemorgen jullie allemaal. Ik is meneer Diemas. Ik is een onderwijzer aan die Hoërskool Benedienhuis in Kraaifontein. En vandaag ga ik verantwoordelijk wees voor die aanbieding van levenswetenschappen. Dit is ons vijfde les in een reeks van zes. En samen met mij heb ik drie leerders van ons school. Hulle is onder andere Shannon. Baie net vir hulle, Shannon. Dan het ons vir vijf. En dan het ons vir Estelle. Hulle drie gaan die les saam met ons meemaak vandag. Ons begin. Goed, ons les handel vandag oor die vorming van nuwe spesies. En ons gaan het opdeel in twee lessen, so ons begin met die eerste deel van daarvan vandaag. Nou, om hierdie vorming van nieuwe species te verstaan, is het baie belangrijk dat ons twee begrippen wat ons alreeds behandel het, baie goed moet ken. En hierdie twee begrippen is onder andere specie en bevolking of populatie. Nou, ons het in die vorige les het ons dit behandel, so kan ek vir julle vraag. Kom eens vraag vir Shannon. Shannon, kan jy nog onthou wat is die definitie vir een specie? Meneer, een specie verwys na groep organisme van diezelfde type, wat die vermoë het om ewe kansig te deel. Oké. En, daar is nog iets daarby. En, hulle moet in staat wees om een vrugbare nageslag te kan voortbring. So, dit is baie belangrik, nee? So, hulle moet in staat wees om een vrugbare nageslag te kan voortbring. Goed, die volgende een is een bevolking of een populatie. Estelle, kan jy vir ons sê, wat is een bevolking? Een bevolking is een groep organismes van diezelfde specie wat ewe kansig kan deel en of en in diezelfde habitat leef, en hulle kan een vrugbare nageslag ook meebring. 100% correct. So, dit is die twee definities, nee? So, eerste ene is, wat is een specie? Dit is een groep organismes van diezelfde soort, wat in staat is om ewekansig met mekaar te kan inteel, en dan een bevolking het ons gesê, dit is wanneer ons een groep organismes het, wat van diezelfde specie is, in diezelfde habitat woon, en ewekansig moet kan inteel en een vrugbare nageslag voortbring. So dit is wat ons in ons vorige les behandel het. By hierdie les gaan ons een paar ander concepten ook vinnig deurgaan. Eerstens, ons het natuurlijke selectie al reeds in detail bespreek en ons het gesien wat natuurlijke selectie is. Vandaag gaan ons net vinnig kyk na wat is kunstmatige selectie en hoe verskil kunstmatige selectie van natuurlijke selectie. Goed, julle sal agterkom dat het is eintlik baie eenvoudig, want die woordjie kunstmatig sê vir ons, dis iets wat self gemaak is, nee? Met ander woorde, dis nie natuurlik nie. Reg, is julle met my? So, wat is kunstmatige selectie? Nou, ek gaan een paar belangrike goed vir julle uitlig. Nommer 1, kunstmatige selectie het te doen met die mens, nee? So die mens steel spesifieke geselekteerde eienskappe. So dat is die mens wat daar die eienskappe in een organisme soek. En die mens steel dan hierdie organismes om daar die spesifieke eienskappe te kan verkry. Kom ons kyk na twee voorbeelde wat ons hier genoem het. Byvoorbeeld die om melkkoeie te kry wat een beter gehalte en een groter hoeveelheid melk produceer. Met ander woorde, die mens probeer om die organisme hierdie melkkoeie so te kry dat hulle die melkkoeie kry wat die beste gehalte van melk en die grootste hoeveelheid melk produceer. Tweede voorbeeld wat ons hier so het, is na suikerriet wat die mens kunstmatig teel, sodat die suikerriet wat droogte kan bestaan, en ook suikerriet met een verhoogde suikerinhoud. So, wat baie belangrik is van kunstmatige selectie is die feit, dat die mens is verantwoordelik daarvoor. Nou, as ons na die verskille tussen hierdie twee kyk, dan gaan jy sien, hoe eenvoudig is dit. By natuurlike selectie het ons gesê dat die natuur is die selectieve krag. Die omgeving in die natuur is die selectieve krag. Met ander woorde, dit word gedryf deur die natuur.
Terwijl bij kunstmatige selectie, het is nog net gezegd, dat is die mens is die selectieve kracht. Bij natuurlijke selectie gaan die selectierespons is, hoe is die organisme bij die omgeving aangepast? Maar bij kunstmatige selectie handelt het oor wat er behoeftes van die mens kan bevredig word. As ons teruggaan naar die melk toe, so hoe meer melk die koeie kan produceren, hoe beter is het voor die mens. So, met andere woorden, het gaan oor wat, hoe kan die mens sy behoeftes bevredig word. En die derde verskil is, natuurlijke selectie vind gewoonlik binnen een enkele specie plaas, terwijl kunstmatige selectie meer as een specie kan insluit. Met andere woorden, die mens kan verskillende species vat en inteel met mekaar en dan kyk wat die uitslag van dit gaan wees. So dit is dan baie kort wat natuurlijke selectie is. En natuurlijke selectie, ons gaan gou-gou twee toepassings doen, toepassings om te sien hoe dat hierdie type vraag in die examen gevra kan word. Ons begin eerstens deur hier na dieselfde voorbeeld te kyk wat ons nou al reeds 3 keer gedoen het. Ons het eerst gekyk hoe Lamarck het so beskryf en toe het ons gekyk hoe Darwin het so beskryf. Nou gaan ons kyk hoe sou ons nou die verlenging van die slurp van die olifant kon verduidelik deur van kunstmatige selectie gebruik te maak. Nou, ons het nou net gesê, dat wat baie belangrijk is, of kom ons kyk eers gou vinnig daarna, ons sou sê dat, wat die mens sou dus die drijfkracht wees, achter hierdie verandering van die slurp. So die mens gaan nou, olifante vat, wat een langer slurp het, en hulle gaan dan, een wijfie en een mannetjie, of wijfies en mannetjies vat, met langer slurpe, en daar die specifieke organismes inteel met mekaar, omdat hulle die gewenste eigenskap het, wat die mens graag wil hê. Dan gaan uit die nageslag uitgaan, dan behoort daar organismes met langer slurpe te kom. Dan word daar die specifieke nakomelinge weer gebruik, en oor een lang tydperk word hulle dan elke keer dier die mens ingeteel, om dan aan die einde van die dag olifante met een langer slurp te kan kry. Goed, so kom ons kyk daarna. So wat die mens doen is, hy selekteer die olifante met die gewenste kenmerk. Wat is die gewenste kenmerk? Die langer slurp. So hy teel dan nou hierdie specifieke organismes, zodat hulle langer slurpe kan produceren. En dan gaan hulle aan die einde van die dag, hierdie nageslagte wat dan nou suiwer geteel is, vir langer slurpe, hulle gaan hulle verder selekteer, en uiteindelik gaan hulle olifante kry wat een langer slurp het. So dit is hoe die mens deur kunstmatige selectie dus sou kon veroorsaak dat die olifante langer slurpe het. Kom ons kyk na een tweede voorbeeld. Ons tweede voorbeeld gaan hier oor ons weet dat ons, as ons na vandagse lewe kyk, dan sien ons, daar is baie verskillende soorte honde. Maar waarvan afkom hierdie honde eindelijk? Kom ons lees gou hierdie tekst. Kom ons vraag vir 5 om gou vir ons hierdie tekst te lees. Jy begin net daar by alle soorte. Dan lees jy net vinnig vir ons hierdie tekst deur. Alle soorte maakhonde is in staat om met mekaar te kruisdeel, een klein hondjie te produceer, wat uiteindelik in staat is om met enige ander maakhond te kruisdeel. Die eerste hond het dit een wolfbevolking geëvalueer. Daar word beweer dat wolven wat makker as gewoonlik was mense aangeneem het om voedsel op afvalhope naby menslike nedersettings te as. Alhoewel wolven baie soos party makhonde as lyk, kan wolven en makhonde onde nie kruisdeel nie. Goed, nou ons wil nou graag kyk. Ons het nou gesien wat natuurlijke selectie is. Nou wil ons kyk hoe sou natuurlijke selectie geleid tot die makhonderrasse wat ons vandag kry. Nou ek het nou net in die vorige skyfie vir julle verduidelik hoe dat die mense byvoorbeeld kon bydra tot die langer slurp van die olifant. So kom ons kyk gou vinnig hoe sou mense dit kon bydra dat ons vandag hierdie verskillende
wye verskillende verskeidenheid van honderrasse kry. Kom ons kyk goed daarna. So wat mense gedoen het is, die mense kies die honde met die beste of die eienskap wat hulle soek. Nee? So hulle kies die gewenste eienskap of kenmerk, dan word hierdie organismes met die spesifieke eienskap word ingeteel met mekaar. En uit daardie nageslag het kies hulle weer die bestes. En so gaan het voort en oor baie generasie van noukeurige uitkies of seleksie van die gewenste eienskap gaan ons dan 'n honderras kry met die eienskap wat die mens soek. Goed, so julle kan dit sien. Kunsmatige seleksie gaan basies oor die feit dat die mens so wat jy hier moet noem vir ons is dat die mens kies die spesifieke eienskappe uit en daar die spesifieke organismes met die gewenste kenmerk word ingeteel met mekaar en dan word dit oor generasies herhaal totdat hulle dit kry, die gewenste eienskap wat die mens soek dan kan verkry. Goed, so dit is dan nou die toepassing van kunsmatige seleksie. Ons gaan net eers inleiding doen rondom wat spesiasie is, maar ons gaan nog nie in detail kyk na wat spesiasie is nie. In ons volgende les sal ons baie meer aandag gee. Ons gaan net op hierdie stadium net raak eers aan wat spesiasie is. Nou, in ons vorige les het ons ook natuurlijke seleksie gedoen. En ons het gesien dat as gevolg van natuurlijke seleksie, wat oor een tydperk plaasvind, kan die organisme so verander, dat hulle nie meer met die oorspronkelijke spesie kan teel nie, om een vrugbare nageslag voort te bring nie. Ons het dan een nieuwe spesie het gevorm. Met ander woorde, onthou, ons het vroeger gesê dat een spesie verwys na organismes wat in staat moet wees om met mekaar te kan inteel en hulle moet een vrugbare nageslag kan voortbring. So dit wil sê, indien organismes so verander dat hulle nie meer kan teel nie en een vrugbare nageslag voortbring nie, dan vorm hulle nie meer deel van dieselfde spesie nie. Ons verwys daarna as spesiasie. So dit is eintlik wat spesiasie dus is, né? Spesiasie gaan oor die feit dat organismes nie meer kan inteel nie nadat hulle op een of ander wyse geskei was van mekaar. Nou ons kan sê spesiasie kan op twee maniere plaasvind. Die eerste een is allopatriese spesiasie. Nou allopatriese spesiasie verwys, ek gaan hierso vir julle uitwys hierso, né? Hierdie is 'n baie belangrike deel. Daar moet 'n geografiese of 'n fisiese versperring wees wat een bevolking skei en dan gaan hulle verskillend ontwikkel, dan praat ons van allopatriese spesiasie. So ons gaan dit net so bietjie in detail verduidelik. Dan het ons wat ons noem sympatriese spesiasie. Nou sympatriese spesiasie vind plaas sonder dat organismes op een fysische wyse, met ander woorde deur 'n geografiese versperring van mekaar geskei word. So dit is die twee maniere waarop spesiasie kan plaasvind. Eerstens, organismes word deur 'n fisiese versperring geskei van mekaar en dan ontwikkel hulle in verskillende spesies of organismes hoef nie geskei te word deur 'n fisiese versperring nie. Daar's geen fisiese of geografiese versperring nie, maar daar is as gevolg van verskille binne in die spesies kan hulle dan verskillend ontwikkel. So dit is dan die twee maniere waarop spesiasie kan plaasvind. Maar voordat ons na die detail weer gaan kyk van spesiasie, is daar 'n ander begrip wat ek wil hê, ons moet net gou vinnig aan aandag gee. En dit is die feit dat spesiasie, het ons nou net gesê, is wanneer nuwe spesies vorm. Met ander woorde, daar's een spesifieke spesie, daardie spesie verander in meer as een spesie en ons gaan later sien hoe dit kan gebeur. Nou, wanneer spesiasie plaasvind, dan lei dit tot 'n toename in biodiversiteit. Met ander woorde, een spesie verdeel vorm twee spesies, so die biodiversiteit vermeerder. Daar is meer verskillende organismes wanneer spesiasie plaasvind. Maar nou kry ons ook 'n geval soms waar iets plaasvind wat ons verwys na as uitwissing. Ander naam vir uitwissing wat ons gebruik is uitsterwing. So uitsterwing verwys na die proses waar alle individue, met ander woorde alle individue van 'n spesifieke spesie sterf uit, sodat daar nie 'n enkele een van daardie spesifieke spesie oorbly nie. Dan sê ons die organisme of die spesie het uitgesterf of is uitgewis. So, uitwissing lei daartoe dat daar 'n verlies in biodiversiteit is. So as ons die twee met mekaar vergelyk, spesiasie
leidt tot een toename in biodiversiteit. Uitsterving of uitwissing leidt tot een verlies aan biodiversiteit. Dit maakt me zin. Als een nieuwe specie bijkomt, dan is daar meer van een species. Als een specie uitsterft, dan is daar minder species. So dat is die twee termen wat ons net daar zo vinnig na kyk. Nou ga ik vir julle so een oorsig gee oor wat speciatie is. En ik ga het aan die hand van hierdie voorbeeld verduidelik en dan gaan ons puntsgewys daardeur gaan. So wat ons sê is nou, luister nou baie mooi. Ons sê dat hierdie is my oorspronkelijke bevolking. Reg? So hier het ek nou, ons kan nou enige bevolking se naam mag gee, die bevolking olifant of eende of wat het ook al mag wees, nee? So hier het ek daar die spesifieke bevolking. Nou word hierdie bevolking geskei. Kom en sê, dis 'n rivier of 'n berg of een of ander fysische versperring skei hierdie bevolking in twee verskillende bevolkings. Met ander woorde, hier is hulle deel van dieselfde spesie. Hier word hierdie selfde spesie bevolkings word geskei van mekaar en nou is het twee bevolkings en hulle is nog steeds deel van dieselfde spesie op hierdie stadium. Maar wat nou gebeur is, luister, hierdie twee bevolkings wat van dieselfde spesie is, is nou in verskillende omgewingsomstandighede. En wat het ons vroeger geleer? Omgewingsomstandighede het spesifieke omgewingstoestande. So, die omgewingstoestande by hierdie een kan verskillend wees as die omgewingstoestande by hierdie een. En as gevolg van natuurlike seleksie sal hierdie organismes dus nou verskillend ontwikkel. Nommer 1 wat ons ook moet in gedagte hou, hierdie versperring, luister, hierdie versperring verhoed dat hierdie twee bevolkings nou kan inteel met mekaar, want hulle is geskei van mekaar. So ons, die term wat ons daarvoor gebruik, ons sê daar is geen vloei wat kan plaasvind nie. Geen vloei beteken die allele van die een organisme kan nie oorgedra word na die ander nie. So hulle is geskei, geen vloei, hulle is in verskillende omstandighede en die omgewingstoestande verskil. En as gevolg van, by die volgende een, as gevolg van natuurlike seleksie, wat by elke omgewing plaasvind, die term wat ons gebruik, ons sê, dit vind onafhanklik plaas. So hier vind natuurlike seleksie plaas, hier vind natuurlike seleksie plaas. Die organismes wat die beste vir daai omgewing aangepas is, oorleef. Die organismes wat die beste vir die omgewing aangepas is, oorleef. So, nou gaan ons na 'n tyd soos julle daar sien, daai skeiding wat daar was, is nou weggeneem en hierdie organismes word nou weer toegelaat om met mekaar te meng. Maar wat ons nou ondervind is dat, nadat die versperring weggeneem is, vind ons nou dat hierdie species is nou nie meer in staat om met mekaar te kan inteel nie. So wat sê dit vir ons? As ons teruggaan na ons definisie van 'n spesie toe, hulle moet van dieselfde soort wees, hulle moet ewekansig kan inteel, hulle moet 'n vrugbare nageslag voortbring. Nou vind ons hierdie organismes is nie meer in staat om te kan inteel nie en hulle kan nie 'n vrugbare nageslag voortbring nie. So wat sê dit vir ons? Hulle het nou nuwe spesies gevorm. Kan julle sien wat ek sê? Goed, so aan die einde van die dag het hierdie geografiese, hierdie fisiese versperring het nou veroorsaak dat daar nuwe spesies vorm, want hierdie twee is nie meer van dieselfde spesie nie, omdat hulle nie in staat is om met mekaar te kan inteel nie. Want ons beskrywing is dat organismes moet in staat wees om te kan inteel en 'n vrugbare nageslag voortbring. Kom, ek gaan net puntsgewys deur, want ons gaan later 'n voorbeeld doen, sodat julle vir ons kan aandui of julle hierdie tipe vraag verstaan. Goed, so ons het dus gesê, as 'n bevolking wat uit 'n enkele spesie bestaan, deur 'n geografiese versperring geskei word, dan word die bevolking in twee gedeel. Omdat hulle nou in twee aparte gebiede woon, is daar nou geen vloei wat tussen die twee bevolkings kan plaasvind nie. En omdat elke bevolking aan verskillende omgewingstoestande blootgestel word, gaan hulle dus onafhanklik van mekaar ontwikkel en hulle gaan dus verskillend ontwikkel van mekaar. Die gevolg is, hulle gaan in so mate verskil van mekaar, dat hulle later
genotypisch, met andere woorden in termen van hulle gene, en fysisch genotypisch van elkaar verschil. Dit is omdat hulle nou in verschillende omgevingstoestanden is, nee? En al gaan ze nou weer, hierdie twee bevolkings weer na een tijd met elkaar meng, sal hulle nie in staat wees om te kan kruisdeel nie. En op grond daarvan kan ons dus sê, dat hierdie organismes het nou vir ons twee aparte species gevorm. Is julle met my? Oké, okay, so julle verstaan hierdie concept, dat ons het een bevolking, die bevolking word geskei deur 'n fysische versperring, wat ons noem een geografische isolatie. Hulle word ontwikkel ons verskillen, omdat hulle omgevingstoestanden verskil. Daar is geen paring tussen hulle nie, so ons sê, daar is geen geenvloei. En as hulle die versperring na een tijd verwijder word, en hulle kom weer bij elkaar, dan is hulle nie in staat om te kan voortplant en een vrugbare nageslag voort te brengen. En op grond daarvan kon ons dus sê, dat hulle het een nieuwe specie gevorm. Goed. Nou, ons het nou een voorbeeld gekyk van hoe organismes verskillend word. Maar somtijds kan het ook gebeur, dat organismes, sonder dat hulle dier een fysische versperring geskei word van mekaar, kan daar ook met die tyd veranderinge binnen die specie plaasvind. Nou, ons gaan een paar voorbeelde noem van hierdie voortplantingsisolasies, wat soms kan plaasvind. Nommer 1. Somtijds vind voortplanting verskillende tye van die jaar plaas. Ons praat somtijds van specifieke hofmakerij wat organismes ondergaan. Dan het ons plante se aanpassings aan verskillende bestuivers en dan onvrugbare nageslag. Nou, na hierdie gevalle verwijs ons na as voortplantingsisolasie. Voortplantingsisolasie beteken dat die organismes is nie in staat om met mekaar te kan inteel nie. Hulle kan nie met mekaar inteel nie, en die redes waarom hulle nie kan inteel nie. Kom eens kyk na 'n paar voorbeelde. Eerstens, hier het ons twee skoenlapper species. As ons na hulle uiterlike kyk, dan lyk hulle baie dieselfde. So met ander woorde, daar is baie noue ooreenkomste tussen hulle. Maar as ons gaan kyk wanneer hulle broei, dan sien ons dat spesie A se broeitydperk is vanaf Julie. Dit strek oor 4 maande vir beide. Hierdie een is van Julie, Augustus, September, Oktober, met die hoogste in September broei, die hoogste broeitydperk in September. So met ander woorde, as ons na spesie B kyk, dan sien ons spesie B broei tydens maart, april, mei, juni. So hierdie twee organismes is nie in staat om met mekaar te kan inteel nie, omdat hulle tydens verskillende maande van die jaar broei. So ons verwys daarna as 'n voortplantingsisolasie, en dit is waar organismes gedurende verskillende tye van die jaar broei. Dit is een soorte voortplantingsisolasie wat ons by organismes soms kry. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Spesifieke hofmakerij van organismes. Ons allemaal weet van hierdie pragtige uitspreisel wat 'n pou kry wanneer hulle gereed is om te kan voortplant. Ons weet van voels wat 'n spesifieke frekwensie van klank uitstuur of sang uitstuur, of 'n spesifieke soorte lied sing. Dan het ons eende wat 'n spesifieke dans doen om aan te dui dat hulle is gereed om te kan paar. Nou, as 'n ander organisme hierdie dans sien, dan gaan hulle nie weet dat hierdie organismes is nou besig of gereed om te kan voortplant nie. En daarom sal hulle nie kan met hierdie spesifieke eenpaar kan paar nie, né? So die rede daarvoor is elke spesie by baie organismes het 'n spesifieke hofmakerij om vir sy of haar maat aan te dui dat hulle is gereed om te kan voortplant. En dit is 'n tipe van voortplantingsisolasie. Die volgende een is wanneer 'n perd en 'n donkie
Hierdie twee organismes is wel in staat om te kan voortplant. Een perd kan met een donkie voortplant, maar wat daar uitkom is wat ons noem een muil. Een muil is onvrugbaar. So een muil is onvrugbaar en een muil kan niet voortplant nie. So met andere woorden, dit is een type voortplantingsisolatie, want hierdie organisme wat spreidt uit hierdie twee organismes kan niet voortplant nie. En op grond daarvan kan ons zeggen dat hier gaan nie toekomstige generaties uit hierdie muil bevolkings uit kan kom, as daar meer as een sou wees nie. Goed, so dit is dan die verskillende soorte voortplantingsisolasies wat ons kan verkry. Vervolgens wil ek hê ons moet ons gebruik dieselfde tekst wat ons vroeger gebruik het. En vroeger het ons hierdieselfde tekst gebruik om te verduidelik hoe dat mense deur kunstmatige seleksie die makhonderrasse kan kry wat ons vandag het. Maar nou gaan ons hierdieselfde tekst gebruik om te verduidelik hoe dat speciatie kan plaasvind. Ons het nou net gesê, of kom ons gaan gewoon naar die tekst toe. In hierdie tekst sien ons dat as ons naar die tweede paragraaf kyk, dan sien ons dat die eerste hond het uit die wolfbevolking geëvolueer. Met andere woorden, hierdie, al die wye verskeidenheid van honde wat ons vandag sien, volgens die wetenskaplikes, kom hulle allemaal van hierdie specifieke wolfbevolking wat voorheen bestaan het. En nou wil ons graag weet, hoe sou ons kon beskryf dat die wolkbevolking deur spesievorming vir ons gelei het tot die honde wat ons vandag kry? Goed, kom ons probeer dit verduidelik aan die hand van ons begrip van spesiasie. Nou, jy moet in staat wees om daar die begrip, kom ons gaan terug, ek wil vinnig terug gaan so en toe, so, het nog so 'n bietjie tyd, ek wil net vinnig weer na my sketsie toe gaan, om dit net weer vir julle in te skerp. Onthou, die toepassing bly ten alle tye dieselfde. Kom ons kyk. Jy begin met een bevolking. Daar is 'n geografiese versperring. As daar geografiese versperring is, dan kan hierdie organismes nie inteel met mekaar nie. So daar's geen vloei nie. Die omgewingstoestande is verskillend vir hulle. Natuurlike seleksie vind daar plaas, natuurlike seleksie vind hier plaas. As die versperring verwyder word na 'n tyd, dan al meng hulle weer met mekaar, kan hulle nie inteel in 'n vrugbare nageslag voortbring nie. Hoekom nie? Hoekom is hulle, vorm hulle nou nuwe spesies? Want die feit dat hulle nie kan inteel, sê vir ons, hulle is nie meer deel van dieselfde spesie nie. Goed, so dit is die beginsel waarop ons dit verduidelik. Nou wil ek graag een van julle drie kans gee om vir my te probeer verduidelik op grond van ons verduideliking van spesiasie, hoe jy sou dink, hoe sou die eerste honde uit die wolfbevolking uit kon evolueer, as ons gebruik maak van hierdie spesievorming theorie wat ons nou net bespreek het. Kom ons vraag vir 5. Jy geef ons jou idee, dit maak nie saak nie, jy probeer het toepas volgens dit wat ons gesê het. Kom ons gaan na die skyfie toe, want ons praat oor die honderrasse, wat uit die wolfbevolking uit ontwikkel het, maar kom ons gaan na daardie skyfie toe, miskien sal dit jou help om dit te probeer verduidelik. Ons luister. Baie mooi. Goed, daar is so 'n paar belangrike terme wat jy uitgelaat het, maar die beginsel waar rondom jy dit bespreek het, is heeltemal korrek. So kom ons gaan kyk daarna. So wat ons sê is,
Nummer 1, ons praat van die wolfbevolking. Dit was aanvankelijk een bevolking, nee? Een bevolking wolwe. Maar daar was variatie tussen hierdie bevolkings gewees, nee? Ten opzichte van, sommige van hulle het agressieve gedrag gehad, ander het bijvoorbeeld voedsel op andere plekken gaan soek. Dan was daar een bevolking van minder agressieve wolwe, wat aasvreters was. En hulle het verwijderd geraak van mekaar. Met andere woorden, daar was een geografische scheiding tussen hulle. So jy het die agressieve wolwe, wat meer in die wild woon, en dan het ons nou die minder agressieve wolwe, wat aasvreters was. So nou was hulle fysisch geskei van mekaar. Recht, so nummer 1, daar is een geografische versperring tussen hulle. So elke groep het nou in een specifieke omgeving, dis wat hierdie nis beteken. Hulle het nou in hierdie verskillende omgevings natuurlijke selectie ondergaan. Die wolwe wat agressief was aan die een kant, die wolwe wat minder agressief was, was nou aasvreters rondom daar waar mense was, nee, daar waar menselijke nederzettings was. So hierdie minder agressieve wolwe was nou daar. En wat nou gebeur het is, omdat hulle nou verskillend ontwikkel het in hierdie verskillende omstandighede, het hulle genotypies en fenotypies verskillend geraak van mekaar. Recht? Daar was dus geen genvloei tussen hierdie verskillende bevolkings nie, en hierdie verskille tussen hierdie twee bevolkings van die wolwe, wat baie agressief was en die wat minder agressief was, het so groot geraak, dat toe hulle na een tyd weer by mekaar gebring was, toe ondervind hulle dat hulle nie meer kan kruisteel met mekaar nie. En op hierdie wijze het daar toe twee verskillende species gevorm. So hulle is nou nie meer deel van diezelfde wolfspecies gewees nie, omdat hierdie groepe nadat hulle geskei was van mekaar, toe hulle weer by mekaar kom, was hulle nie in staat om met mekaar te kan inteel nie. Goed, so dit is dan, voltooi dan onze les vir vandag. Onze les van vandag het gehandel oor die vorming van nieuwe species, en onze volgende les sal voortbou op die vorming van nieuwe species, maar dan gaan ons meer specifiek kyk na die Galapagosvinke, wat Darwin van gepraat het, die Galapagos skilpaaie. Ons gaan kyk na plante van verskillende landmasses. Ons sal sien, ons sal moontlik nie by alles kan uitkom nie, maar ons gaan sover as dit moontlik is, gaan ons kyk na hierdie verskillende voorbeelde wat Darwin vir ons gegee het. Baie dankie, en sien vir julle by die volgende les.